Welkom in Drenthe voor de derde dag op rij. Welkom in deze fietsprovincie. We zijn vandaag in Gieten, want daar is de start van de derde etappe van Olympia's Tour. We rijden vandaag van Gieten naar Ruurlo. Een lange weg, vooral naar het zuiden. En ja, u ziet het goed. De zon schijnt nog een beetje, wel wat wolken, maar dat gaat vandaag nog wel veranderen. Het is 11 graden, het regent af en toe. De wind staat vrij hard, 25 km per uur. Vanuit het westen-zuidwesten, oftewel vooral wind tegen en schuin. En dat is wel het ideale recept voor waaiers. Publiek was er ook, hier in Gieten kwam rustig op gang. Vooral renners, die stonden weer ontzettend vroeg aan de start. En dat zagen we gisteren natuurlijk ook in Assen. Ik zei het al, Drenthe, fietsprovincie. We rijden dus via Overijssel naar de Achterhoek. En dat is de thuisbasis van deze ploeg. Senza Kanjers voor Kanjers. Dit is het algemeen klassement waarmee we deze etappe gaan beginnen. Vingebo nog steeds aan de leiding. 4 seconden voorsprong op Lars Boven en 20 seconden op Rick Ottema. Voor de rest nog wel een hoop Nederlanders in deze top 10. We zien ook een Belg Liam Slok en nog een Deen Matthias Brenjeu. En op de 10e plaats een Tsjech Tomas Kopecky. Al kunnen we dat ondertussen ook wel een Nederlander noemen. De truien, 2 daarvan zitten bij Volker Wessels. We zien hier de groene trui, die is van Max Kroonen. En hier de bolletjes trui, die is in handen van Nick van der Meer. Won gisteren de bergsprint en dat heeft ervoor gezorgd, al was het niet echt een bergsprint, dat hij vandaag in de bolletjes trui staat. Vandaag heeft hij 1 kans om extra punten te krijgen. We gaan namelijk naar de Lemelenberg. Mooie bergsprint gewonnen gisteren. Dat betekent dat je vandaag dus in die bolletjes trui staat. Is dat dan meteen een doel? Is dat dan meteen een doel om vandaag weer die sprint te gaan pakken? Ja, ik wil wel kijken of ik daar die sprint toch mee kan pakken. Want dan kan je hem toch nog een aantal dagen langer houden. En ja, truitje aan hebben is altijd leuk, hè? Ga je dan ook van start met het idee om alles op die bergsprint te gooien? Of ja, is het het grote geheel wat belangrijker is? Nou, het is meer het grote geheel wat belangrijk is. En het wordt waarschijnlijk vandaag weer zo'n hectische, zware dag. Dus dan is het gewoon zorgen dat je er überhaupt daar gewoon nog bij zit. En ja, dan zien we het wel. Wat voor dag wordt het vandaag? Nou, ik denk een beetje dezelfde dag als gisteren. Hectisch. Misschien net iets langer gesloten. Het zal iets langer duren voordat alles echt uit elkaar gaat. Maar ja... Wordt gewoon weer een lekker dagje, mooi koers, Hollands koers. Dat is nou net iets waar jullie ploeg ontzettend goed in is. Staan jullie dan op met het idee van, nou, we hebben er zin in of spelen er dan toch wel wat zenuwen een rol? Nee, tuurlijk, wij hebben er wel zin in. Wij vinden dit als ploeg gewoon superleuk om te doen en ja, laat maar komen. Dankjewel. Nick van der Meer was dus een van de smaakmakers gisteren. Wie dat ook was Stijn Dame. Hij werd gisteren 7e. Stijn Dame, ja, nog even over gisteren. Wat een dag, hè? Eerste groep, pech, dan weer terugkomen en in die finale gewoon meespelen. Ja, gisteren was een hele hectische dag ook. Heel dag in het peloton duwen en trekken om natuurlijk heel veel wind. Vandaag ook weer. En, ik zat in de eerste waaier, alleen ook door pech helaas teruggeslagen. Rustig gebleven. En, ja, toen de eerste 2 waaiers bij elkaar kwamen, dan weet je gewoon dat dan weer even opletten is. En ik schoof met een goede groep mee. Je bent in vorm, hè? Ja, het gaat heel goed. Tijdrit ook wel een redelijk goed gevoel. Niet top, geen top uitslag, alleen gisteren weer een uitschieter. Alleen vandaag doortrekken dan. En met de hele ploeg in orde, want ook Bram Dissels zat samen met jou in de eerste groep. Dat moet heel veel motivatie geven, ook binnen de ploeg. Ja, de ploeg gaat heel goed. Ten opzichte van vorig jaar sowieso een hele grote verbetering. Vorig jaar speelde niet heel erg mee in Olympia's Tour. En dit jaar wel. En nu vasthouden nog. Kijk je nu al uit naar zondag? Dan gaan we naar Limburg, hè? Ja, dat is een hele mooie afsluiter voor een hele mooie week, denk ik. En daar heb ik ook mijn zin op gezet. En nu staan we goed klassement, dus dat past me wel. Dankjewel, succes. Hij staat 7e in het algemeen klassement. Op 24 seconden van deze man, de man in het geel, vandaag jarig. Emil Milke Vingebo. Emil Vingebo, congrats with the yellow jersey, but also congrats with your birthday. Thank you, man. It was good timing, so I don't complain. Did you celebrate it already this morning, or are you gonna celebrate it this afternoon? The boys sang for me this morning. We just had a normal morning. Of course, when it's your birthday, you are a bit extra happy and go for it. But hopefully, we can celebrate it even more later with a good result today.
Yesterday your plan was to attack. That was the best way of defense. Today I don't think it's going to be very simple to sneak away in your yellow jersey. That's correct. It will be difficult to sneak away, but hopefully the race will be that hard. So it will be like yesterday. The group will do itself, and then we will be there with more guys, hopefully, and we can do a good race in the end. A lot of wind today. Yeah, a lot of wind, like maybe more than yesterday. It seems like there could be some headwind parts as well, going southwest a bit. So I'm curious to see how that will affect the race, but we expect the worst, of course, and a lot of echelons again, and then we also have some good sprinters in our team, so I hope that we can have some of those in the end and then go for the stage win. Thank you very much. En hopelijk is het vandaag dus weer feest. 29 jaar is hij geworden. Het is niet zo'n groot feest bij deze ploeg. Alink, zij missen Arne Peters. Die brak zijn elleboog. Maar wie er natuurlijk wel bij is, is Rick Ottema. En ook die staat nog goed in het algemeen klassement. Ja, Rick Ottema. Gaat goed, hè? Ja, staat er goed voor. Ja. Dat was echt wel het plan, hè? Hier Olympia's Tour, daar goed zijn, meedoen om een goed klassement. Ja, vooralsnog gaat het goed. Ja, de proloog had ik mezelf al mee verrast. Top 10 gereden, dus dat was wel gewoon een goede uitgangspositie. En ja, jammer dat ik in de finale gisteren een beetje die groep laat wegrijden. En uiteindelijk zit je wel in de eerste waaier, maar je verliest wel kostbare secondes. Er vallen ook wel heel veel klassementsmannen weg. Maar alles is nog steeds mogelijk, zeg maar. Dus tot nu toe gaat het goed. Ja, want dat is het, hè. Gisteren ontplofte het klassement eigenlijk. Het ging echt, werd helemaal op zijn kop gezet. Jij was iemand die vooraan bleef. Gaat dat vandaag weer gebeuren? Moeilijk te voorspellen. Ik denk als je alleen al de strook gieten uitrijdt, dan staat de wind gewoon direct pal op de kant. Alleen het parcours wordt ook gewoon heel veel gevolgd door windtegenstukken. En dan zal alles wel weer bij elkaar komen. Dus ik denk dat de deur eigenlijk de hele dag van achter open staat. En er rijdt elke keer een waaier weg, maar die komt ook elke keer weer terug. Dus het wordt een heel nerveus dagje met veel valpartijen, ben ik bang voor. Maar gewoon voorin rijden en proberen uit de problemen te blijven. En dan kijken wat er in de finale gaat gebeuren. Jullie missen mannetje, Arne Peters start vandaag niet. Hoe is het met hem? Ja, hij is er wel positief onder. Het is wel een aderlating voor het team natuurlijk. Gewoon onze koerskapitein en heel veel ervaring. En was ook heel belangrijk voor de ploeg op deze manier. Dus hij wordt heel erg gemist. En zijn nieuwe herstelperiode, dat is nu zijn eerste doel. Maar dat is voor ons heel jammer. Maar nog andere sterke mannen om de klus te klaren? Absoluut. Nee, we zijn nog steeds met 5 man. Dus alle kaarten liggen nog steeds op tafel. Dus gaat zien. Dankjewel. Alink dus vandaag zonder Arne Peters. Niet de enige die vandaag niet opstapt. Ze tellen namelijk de handtekeningen nog even. Er zijn veel renners die vandaag niet gestart zijn. Axel van der Tuuk, ook hij staat niet op dit bord. En Ricky Pickroll, dat is de man die we hier zien, is de enige man van Israel Cycling Academy die nog wel in koers zit. Dus die heeft alles voor zichzelf. Een eigen mechanieker, eigen verzorger, eigen ploegleider. En ga zo maar door. De enige man van Israël nog in deze wedstrijd. Er zijn wel meer renners die vandaag dus niet van start gaan. Ik zei het al, Axel van der Tuuk. Nou, er waren er nog wel meer hoor. 5-6 man die gisteren de finish niet haalden of vroegtijdig afstapten. Lars Boven is er wel bij, maar zij missen toch wel een ren hoor. Per Strand Hagenes. Hij is vandaag niet van start gegaan. De winnaar van de openingstijdrit doet dus niet mee. En dat betekent dat Jumbo-Visma nog maar met 5 man aan de start verschijnt. Wie er wel is? Joshua Huperts, u ziet hem hier, bekend op Nederlandse wegen. En Rob Harmeling, ploegleider van Tour de Titema Unibet. We gaan vandaag dicht bij hem in de buurt fietsen hoor. We rijden namelijk langs zijn woonplaats Hellendoorn. En dit zijn de 5 man in de truien. Met Nick van der Meer in de bollen. Max Kroonen heeft het groen. Lars Boven, die heeft de witte trui, een renner van Jumbo-Visma. En het geel zit nog steeds vrij strak om de schouders van Emil Milinke Vingebo. Het rood, voor de strijdlustigste renner, u ziet hem hier, is voor Jack Woodking Gray, man van St. Piran. Ronald van der Zanden, dat is de man die het startschot vandaag loste. En dan zijn er 118 renners op weg. Om 12:30 vertrokken ze op de Brink in Gieten. Ja, sorry. First time on Dutch Road. Ja, we hoorden het goed. Ja, dat mag natuurlijk niet op de stoep rijden en afsteken. Hoe dan ook, de regels zijn duidelijk, maar wordt het soms door de vingers gezien. Dan zien we de eerste aanval van de dag als het wordt vrijgegeven. Martins Pluto van Ablok.
Hij was de man die als eerste probeerde te ontsnappen. Het peloton bleef die eerste kilometers vrij gesloten. Alles bleef vrij dicht bij elkaar en we zien het hier. We hadden wind tegen en dat betekent dat het natuurlijk moeilijk is weg te komen. Hier zien we beelden van achterin het peloton. Daar wordt toch wat doorgereden hoor. Renners op een lint en we zien spatters op de lens. En dat betekent dat het regent. Het regende af en toe, toen was het weer droog. Ja, André Rooster heeft daar niet zoveel aan deze informatie. Want hij lost en stapt uiteindelijk ook uit de wedstrijd. Niet de enige trouwens. Er zijn er toch wel wat renners die vandaag de finish niet hebben gehaald. Hier zien we ook een groepje die er wordt afgereden. Toch wel een groot verschil hoor. Af en toe in dat niveau hier in Olympia's Tour. Ja, een goed deelnemersveld. We zeiden het een paar dagen geleden al. Een grote hoeveelheid continentale ploegen hier aan de start. Veel opleidingsploegen die hier van start gaan. Dit is Tartu bijvoorbeeld, de ploeg daar in het rood. Dat is een ploeg uit de Baltische Staten met ploegleider Jaan Kiersipoe. Dit is Lars Boven uit Reutem in Twente. Komen we natuurlijk ook wel een beetje in de buurt. Staat goed in het klassement hoor, staat tweede. Dat is op 4 seconden achter de leider. En dan een valpartij. Giel de Heijgeren van Beat in het groen. Probeert daar zijn fiets op gang te krijgen. Die stapt ook wel weer op. Kan weer op de fiets stappen en kan weer verder fietsen. Maar balen hoor voor de Belg van Beat. Zet zijn shifters even recht en gaat dan weer verder. De Belg die daar staat, de renner van Bingo, dat is Julien Desmarais. Die probeert nog even de ketting op zijn fiets te krijgen. Heeft er toch wat meer moeite mee. Het zit aardig vast hoor. Die ketting die dan tussen die tandwielen verstopt raakt. Maar krijgt al hulp van zijn ploegleiderswagen die daar stopt. Officieel moet je trouwens aan de rechterkant van de weg stoppen. Maar ja, als je gevallen bent is het een beetje lastig om te kiezen waar je gaat staan. Dus dan is het gewoon uit het gras en weer terugrijden. Dat lukt Giel de Heijgeren, want hij sluit hier weer aan. Nou, dit is toch wel een van de groepjes achteraan. Want het peloton is ondertussen in een paar stukken gebroken. En dat niet alleen. We hebben een kopgroep van 17 man. En in die kopgroep, u ziet hem al, Emil Mielke Wijnjebo. De Deen die vandaag jarig is van Leopard Tocht zit hier in de kopgroep. En ook Rick Ottema, we zien nog net zijn rug met het nummer 22, zit hier in de kopgroep. Ja, het is wel een sterke groep die is weggereden. Ook Vermeldvoort zit erbij. Budding zien we ook zitten van Tietema Unibet. En daar zagen we ook. Oh, en nog een valpartij. In het peloton is het toch één grote chaos hoor. Het zijn toch drie renners die tegen de vlakte gaan daar langs het kanaal. Vooral Jesper Ras heeft er moeilijk mee. Die zit daar op de grond. Valt daar samen met Frederik Eergens Jensen. Maar ook Gaten Verleijen. Die ligt hier bij de valpartij. Heb je het op beeld staan? Heeft hij douw voor elkaar? Ja, hij baalt ervan. Schop zijn bidon weg. Nou, je kan wel zien dat hij tweebenig is. Jesper Ras dus van Ablok. Baalt ervan. Kijkt naar zijn fiets en denkt, oh, ik moet een nieuwe fiets. Het moet gemaakt worden. Maar niet veel later sluit hij gewoon weer aan. En of het nou adrenaline is of niet, maar hij rijdt in ieder geval weer naar voren in dit groepje. Ontzettend balen voor de renner van Ablok. Een renner met hele sterke sprintbenen. Dus het kan best zijn dat als hij in zo'n eerste groep zit, dat hij dan mee kan doen om de sprint. Dit is Rick Ottema, daar in het lichtblauw. En hier in het groene ook Max Kroonen. Ook hij in deze kopgroep. Mooie kopgroep. Veel renners van Metek. Drie stuks maar liefst. Ook drie stuks van Volker Wessels. Ik zie nog een renner van Ablok zitten. Dat is Martins Pluto. Toch al een mooi groepje die hier is weggereden. Ze hadden vaak een voorsprong van rond een minuut. Soms was het weer ietsje meer. Soms was het weer ietsje minder. Prachtig. Hier de groene trui in de tweede positie. Max Kroonen doet goede zaken voor de groene trui. Als je natuurlijk in deze eerste groep over de streep komt. Hier zien we de renners van dichtbij. Romain Pailleur daar voorop. In het wiel Victor Broeks. Rick Ottema hier in het lichtblauw van Alink zit er toch gewoon weer bij. En ook Koen Vermeldvoort van Volker Wessels met in zijn wiel zijn ploeggenoot Timo de Jong. Nog een Metek-renner, Tibor Del Grosso. Daarachter Joren Bloem, gisteren tweede. Max Kroonen in het groen. Joshua Huperts, ook hij rijdt erbij. Tim Marsman, Martijn Budding van Tour de Tietema Unibet in het geel. Wijnjebo, die hebben we natuurlijk al vaak besproken. Daarachter hem rijdt nog Christian Ekholm. Die rijdt dan in dat lichtblauw, donkerblauw, hier op die rode fiets. Restaurant Karl Suri, zo heet die ploeg. En Martins Pluto van Ablok. Liam Slok, die hebben we nog helemaal niet gezien. Maar die rijdt dus heel goed en die rijdt bij Lotto Destiny. Met in zijn wiel nog
Thomas Kopecky en we zagen ook Davide Bomboy, twee mannen van Tour de Tietema, die dus met maar liefst 4 stuks in deze groep zitten. Een sterke kopgroep dus, die het heel spannend had en het duurde eventjes voordat ze echt een grote voorsprong kregen. Het was zeker niet een ontzettend grote voorsprong, het was echt niet minuten, het was echt een minuutje, minuut 20 en soms werd het ook wel weer een stuk kleiner. Maar de samenwerking was goed. En dat was ook wel te zien. Ondanks dat er dus een aantal ploegen met veel meer mannen waren. Hier zien we de voorsprong. 1 minuut en 5 seconden. En dat was wel een beetje het verhaal van vandaag hoor. Veel tempowisselingen in het peloton. Maar de kopgroep is er ondertussen op de Lemelenberg. En dat betekent dat we gaan sprinten voor de bergpunten. En die bergpunten die zijn vandaag voor Thomas Kopecky. En met dit beeld hoef ik u natuurlijk niet te vertellen dat het ontzettend hard is gaan regenen. Het regent, keihard, maar dan niet veel later schijnt de zon weer, regent het weer, blijft waaien. Het is bewolkt, maar die regen, ja, daar hebben de renners toch wel last van hoor. Hier zien we dat, het is gewoon weer droog. We rijden op de Sallandse Heuvelrug, prachtige omgeving om te fietsen. Ook voor deze mannen natuurlijk, ondanks dat het voor hun een stuk meer afzien is als wij daar rustig rondfietsen. Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Het natuurgebied hier zo. In Overijssel. We doen trouwens vandaag 3 verschillende provincies aan. We zijn gestart in Drenthe, waar we al 3 dagen rondfietsen. We begonnen natuurlijk met dat tijdrit op het circuit, op het TT-circuit in Assen. Gisteren hadden we de etappe Assen-Assen. En vandaag dus starten in Gieten en finishen in Ruurlo in de gemeente Berkelland. Maar dat betekent wel dat we een aantal mooie plekken van Nederland aandoen. Start in Drenthe. Dan via Overijssel, de Holteberg, daar kwamen we vandaag ook. Rijden we dus richting Gelderland. Dat zijn toch een van de provincies die we deze week aandoen. En ja, als je gaat klimmen, dan gaan we ook afdalen. En dat doen we met deze kopgroep. In het laatste wiel hier Victor Broeks. Renner van Metec Solowatt. Sterke renner die vooral in die Nederlandse koersen ook wel mooie uitslagen rijdt. En dan in het wiel van, dat lijkt me Joren Bloem, de lange renner van TDT Unibet. Gisteren dus 2e, dat scheelde echt helemaal niks. Trok de sprint aan, maar Max Kroonen kwam er nog overheen. Hij werd dus uiteindelijk 2e. Ja, dat was toch wel een aardige sprint hoor. Mooi om te zien dat hij zich heeft herpakt en gewoon weer in die kopgroep zit. Een hele sterke kopgroep, dat kun je wel zeggen met Koen Vermeldvoort. Ja, als er gedemareerd wordt, zit hij erbij. Zeker in die Nederlandse koersen. Hetzelfde geldt ook wel voor, hier zien we Joren Bloem, Victor Broeks. Ook hij zit hier in de kopgroep. En dan Enzo Lijnsen, dat is beelden uit het peloton. Want die komen wel dichterbij, maar ook al niet al te dichtbij hoor. Wordt meteen een mannetje van Volker Wessels in zijn wiel gezet. Hier nog even overleg. Davide Bomboy krijgt een bidon van ploegleider. Ploegleider van Unibet. Max Kroonen die denkt, ja, als ik vandaag gewoon weer goed sprint, dan blijf ik punten pakken voor die groene trui. En dan kan het maar zo zijn dat hij vandaag ook weer in het groen op het podium mag verschijnen. Podium hier bij de kerk in Ruurlo. Waar het overigens wel is gaan regenen. Dat moeten we er wel bij gezegd worden. Dat die finale, dat is een regenachtige bedoeling. Hier in de kopgroep valt het eigenlijk nog wel mee, die samenwerking. De samenwerking was heel goed, maar daar in de verte zien we het peloton al aankomen. Het is echt geen grote voorsprong meer hoor. En dat betekent dat we nog wel eens kunnen gaan sprinten met een volledig peloton. En dat gaat ook gebeuren. We gaan hier sprinten in de straten van Ruurlo. Het zijn de mannen van Uno X, Blikra, die vroeg op kop gaat en gaat hier de sprint winnen. Het ziet eruit hoor. Ja. Erlend Blikra wint hier de sprint. En dat doet hij voor Koen Vermeldvoort en Martijn Budding. We zagen ook Bram Dissel nog over de streep komen. En Leuland. En dat is de ploeggenoot van winnaar Blikra. Dus het is groot feest bij de mannen van Uno X. De Scandinavische ploeg die hier aan de start verschijnt. Met Blikra die hier dus de overwinning pakt. En Leuland wordt uiteindelijk 6e. En die is dolblij hier met z'n drieën. Genieten van deze overwinning in het regenachtige Ruurlo. Vingerbo lijkt wel een beetje te balen. Wil hier natuurlijk gewoon voor die etappezege meegaan. Maar blijft wel aan de leiding staan. Hij blijft het geel behouden. Hier
Ja, ook wel balen hoor. Koen Vermeldvoort wordt tweede. Er toch aardig geklopt door Blikra. En op de derde plaats deze man Martijn Budding. Ook hij kijkt niet zo blij. Ook hij baalt ongetwijfeld dat hij Blikra niet kon verslaan. Wat vooral natuurlijk frappant is, dat Blikra zat niet in die groep van 17. Dus hij komt terug en pakt uiteindelijk nog de winst. Kan uiteindelijk nog in de straten van Ruurlo de massasprint winnen. Dat had hij ongetwijfeld niet gedacht toen hij in het peloton reed. Hier de uitslag. Erlen Blikra voor Koen Vermeldvoort, Martijn Budding. We zien nog Titbal op de vierde plek. Bram Dissel, Leulands, Roy Hogendoorn, Patrick Eddy, Lars Boven. En als tiende nog Martins Pluto. Een mooie top 10 hier in de straten van Ruurlo. En het is ondertussen weer wat mooier weer geworden. De zon komt zelfs een beetje door. Nou, zal je net zien dat met deze prachtige top 10 dat het dan weer lekker weer gaat worden. Hier in gemeente Berkelland. Want daar zijn we vandaag. De lens wordt schoongepoetst. Het blijft natuurlijk regenen, dus dat moet schoon. En dan zijn we klaar om te spreken met de winnaar van vandaag. Erlen Blikra, congratulations, you're a stage winner in Olympia's Tour. Thanks. Are you dry already? No, and I'm really cold. Yeah, what was it for day with the cold and the weather? Well, in the start I was in the last echelon, I think. So it was a really bad start for me. So yeah, to be in the end, I didn't think it was possible. Was the moment you win, was this the only moment you was on the head of the race, or? Yeah, yeah, it was. What happened? Why did you miss these 17 guys? Because you're a strong guy. I've been sick for quite some time now, so I'm not in my best shape, so I just have to get used to racing again. So yeah. So how happy are you with this victory? Yeah, I'm very happy. Yesterday was a really bad day for me, so to win now it's nice. Thank you very much. De winnaar van vandaag, Erlen Blikra. En zo ziet de top 3 er dus uit. Erlen Blikra voor Koen Vermeldvoort en Martijn Budding. Publiek is ondertussen ook aangekomen. En ondanks dat het regent, stond er toch aardig wat publiek hier in Ruurlo. De top 3 dus. De gele man blijft Emil Mielke Vignebo. Blijft in het geel. De goedlachse Deen krijgt hij de bloemen van de burgemeester Joost van Oostrum. Burgemeester van Berkelland. En dus ook van Ruurlo. Echt een fietsburgemeester, dat kan je wel zeggen. Mag hier de truien uitreiken. Ook aan Lars Boven, die nu de groene trui overneemt van Max Kroonen. Hij dus in het groen. Lars, dus ook voor jou de bloemen en die prachtige groene trui. En ook de bloemen zijn voor Lars. Die kunnen mee naar huis na een paar dagen dan in ieder geval. Ook de bolletjes trui heeft een nieuw baasje. Thomas Kopecky won de sprint op de Lemelenberg. Hij mag dus morgen de bolletjes trui aan. En morgen staat er weer een beklimming op het programma. Dan gaan we naar de postbank. Dus dan kan hij er alles aan doen om zijn trui te verdedigen. En Jesper, die is gewoon gefinished. Jesper Ras uiteindelijk gefinished. Hard gevallen, maar kwam uiteindelijk nog gewoon aan de finish in Ruurlo. En tot slot het algemeen klassement. Vignebo aan de leiding op 4 seconden voor Lars Boven. Rick Ottema zien we op de derde plaats met 20 seconden. Morgen zijn we er weer met een nieuwe etappe in Olympia's Tour. Dan rijden we van Neede naar Tiel.